Hoi en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik kom lekker fris uit de douche. Ik heb wat slaap ingehaald vannacht. Ik had vorige nacht zo weinig geslapen omdat ik s'avonds moest badmintonnen. En de volgende ochtend heel vroeg naar de eihallen ging. Het is super goed gegaan op de eihallen. Ik heb echt bijna 150 euro verkocht. En ik heb net de Goodiebox binnengekregen. Dus die gaan wij eventjes openmaken. En ik dacht het is misschien wel leuk om dat samen met jullie te doen. Hij is paars deze maand. Dat vind ik echt heel leuk. Ik heb al mijn boxen op mijn kamer staan. Op een, hoe zeg je dat, op een stapel. Jullie staan nu ook op 4 boxen. Dit is ook super handig voor statief voor mijn camera. Nou ja, mijn telefoon nu. Oeh, hij is heel leuk met dat oranje van binnen kaartje. Ik heb dus, normaal gesproken kan je online al de hoe zeg je dat, de uitleg openen van wat er eigenlijk allemaal in je box zit. En vaak doe ik dat wel, want ik niet kan wachten tot met kijken wat erin zit. Maar ik heb dat dus nu niet gedaan. Dus het is voor mij ook een verrassing wat er allemaal in de box zit. Oeh, even kijken. The Cure Eye Repair. Ik denk dat dit iets is voor droge ogen, voor je oogleden. Het heeft niet echt een geur. Even kijken, wat hebben we hier? Blue Light Protection Mask. Oh, dit is als je dus achter je laptop zit of achter je smartphone een tijdje, kan je deze opsmeren zodat je huid beschermd is tegen dat blauwe licht. Ja, het schijnt dus echt dat dat heel slecht is. Ik heb me daar niet echt in verdiept. Ik ben wel benieuwd naar dit product. Wat hebben we hier? Lipscrub. Oh, dat vind ik heel chill. Ik heb heel vaak last van droge lippen. Ik smeer ook zoveel lippenbalsem dat het eigenlijk niet goed is. En lipscrub is altijd heel fijn dat die velletjes er een beetje afgaan. Dus ja, dat gebruik ik sowieso. Ultra een primer. Ja, make-up jongens. Ik ben er zo slecht mee. Dit ziet er wel geweldig uit. Het ruikt naar kokos. Lekker. En een haarmasker. Altijd top. Even ruiken. Ik zie bloemen. Oh, er zit een dingetje op. Een haarmasker vind ik altijd chill. Daar kan je echt niet genoeg van hebben. En wat hebben we hier? Oslo Skin Lab. Er zitten allemaal van deze dingetjes in. Ik denk dat dit gewoon een soort cremmetje is. Nee, het voelt als een scrub. Oké, ik heb echt geen idee. Ik moet even in die uitleg gaan kijken wat het allemaal is. Want van een aantal dingen heb ik geen idee. Dus dat ga ik nu even doen. Oké, ik heb hem geopend op mijn laptop. We beginnen bij dit product. Dat was dus voor je ogen. En hier staat dat het is om... het is verkoelend, komkommer en ontstekingsremmend effect. Dus als je te lang tv hebt gekeken of te lang wakker bent gebleven, kan je dit onder je ogen smeren. Ik denk dat je er dan minder vermoeid uit gaat zien. Op zich is dat top, want ik slaap vaak te weinig of dat ik echt een zombie ben. Dus ik ga dat zeker uitproberen. Dan hebben we de primer. Tegen een vette huid. Dat heb ik. En doorgelopen make-up. Ja, dat heb ik dus niet heel vaak. Maar als dit matteert, dan ben ik al helemaal blij. Want ik loop altijd, dat zie je nu ook, dit glimt zo erg. En ik krijg het niet weg, wat ik ook probeer. Een haarmasker. Dat is deze. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich. Vocht inbrengend. Tegen schadelijke invloeden van de wind en de zon. Dus dat is altijd fijn. Dan hebben we de zakjes. Waarvan ik echt niet wist wat het was. Oh, dit moet je eten of drinken. Je kan dit dus door je smoothie doen of door je koffie. En dan gaat het vanuit binnenuit werken. Oh, dat is grappig. En dan het blauwe lichtmasker. Ja, dat is dus gewoon om te beschermen tegen het blauwe licht van je laptop of je telefoon. Het is een leave-on masker, dus je kan hem gewoon lekker oplaten. En dan het laatste is de lipscrub. Maar ja, dat wist ik eigenlijk al. Het is gewoon een scrub. Dus ja, dat spreekt gewoon voor zich. En dat was hem. Nou, ik vond het op zich wel weer een geslaagde goodiebox. Ik denk dat ik niet alles zelf ga gebruiken. Maar qua waarde van de producten wat erin zat, ja, ben ik tevreden. Ik heb weer een lekkere Too Good To Go box besteld bij dezelfde bakker als dat ik vorige week had gedaan. Dus die ga ik nu even ophalen. Ik heb weer mega veel gekregen. Een heel brood, allemaal halfjes, 2 kaasvlinders, 4 bolletjes en 2 hele lekkere taartjes. Het droombroodje is echt top. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb alweer 1 college erop zitten en ik krijg zometeen nog een college. Het wordt super lekker weer vandaag. Het wordt echt 30 graden of zo. En ik heb nog geen planning, dus ik wil straks even kijken wat ik ga doen. En ik wil heel graag een camera gaan kopen, want ik film nu alles nog met mijn telefoon. Dus misschien dat ik daar of vandaag of morgen ook even voor ga kijken. Wij gaan lekker op het terras zitten met het weer. Het is echt heel warm. Heet. Heet, heet, heet. Wat heb je gedaan? Stolen. Wat doe je? Dit kan niet, hè, Gina. Als je iets wil, dan moet je er gewoon voor betalen. Oh. Je kan het niet zomaar meenemen, zo werkt het niet. Ah, daar is hij. Oké, ik ga nu hem eventjes de batterijen erin doen, geheugenkaarten in doen en aanzetten. En de volgende beelden ga ik filmen met deze camera. Daar is hij dan, de camera. Dit beeld is echt prachtig. Oh, ik hoop dat de beelden hier zoveel mooier door worden. Ja, ik ben hier heel blij mee. Ik moet nog alles uit gaan vogelen. Want ik heb hem letterlijk net uit de verpakking gehaald. Om even te kijken hoe wat. Maar dit is echt top. Ik heb hem nu op mijn statief gezet. Dan kan ik hem wat verder van me vandaan houden. Het is zo'n mooi beeld. Ik kan er echt niet over uit. Ik moet wel heel erg gaan wennen dat ik naar beneden moet kijken. Want als ik naar boven kijk, zie ik mezelf. Maar ik moet natuurlijk wel hierin kijken. Dat is wat leuker voor jullie. Ja, ik ben hier echt heel blij mee. Ik sta bij de bushalte te wachten op de bus om weer naar school te gaan. Het is weer woensdag, dus ik heb zometeen eerst een meeting op school met mijn groepje. En daarna heb ik 2 lessen en dan ben ik rond etenstijd weer thuis. En dan gaan we weer trainen, dus het is weer een lekker druk dagje. Bij mijn school zit dus in de buurt tenminste zit een falafeltent en die is echt heel lekker. Dus ik heb nog niet geluncht, want ik ga zo meteen lekker een falafelwrap halen. En die ga ik dan voor school eventjes opeten. En die tent is echt top. Middag, het is vandaag donderdag en ik ga nu beginnen met het ophangen van mijn schilderijtjes. We hebben al een poging gedaan, is niet gelukt, de schroeven zijn te groot. Dus we gaan nu even andere schroeven zoeken en dan hopen dat het wel werkt. Dus ja, ik hoop dat het vandaag de muur opkomt, want ik had vorige week natuurlijk al verteld dat ik had ze al ongeveer 2 maanden en vorige week had ik ze laten zien. En ik wil ze nu gewoon heel graag op mijn muur. Dus ja, we moeten even proberen. Ik ben helemaal blij met mijn posters. En helemaal met die gouden lijsten. Ze passen ook helemaal bij mijn diffuser die ik laatst had gekocht. Oké, ik heb bedacht dat ik zin heb in ijs. Dus ik ga naar de supermarkt om ijs te halen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ga lekker de dag beginnen met een half uurtje stretchen met Pamela. Oh mijn god, dan was er een vogel, want hier vanuit de lucht een heel mooi overzicht. Dan kan je lekker alles van boven zien. Goedemiddag, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren helemaal niks gefilmd. Ik heb eigenlijk de hele dag in de sporthal gezeten, omdat ik s'avonds een wedstrijd moest badmintonnen en Danny moest 's middags. Ik ben vandaag naar de Big L geweest. Dat is een soort outletachtige winkel van Only, Vero Moda, Pieces, dat soort merken. En ik heb een broek gescoord, een leuke berenjas en een shirtje. Dus ik ben geslaagd. En vanavond ga ik lekker uit eten met Dan bij de, hoe heet het? Bistro Limmen. Nog nooit gegeten, dus we gaan hem uitproberen. En ja, ik ben heel benieuwd of hij lekker is. Wij zijn terug vanuit eten. Het was heel erg lekker. Allemaal lekkere gerechtjes. Dus zeer geslaagd. En nu ga ik me lekker klaarmaken voor bed. Ik ga deze video ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje achter als je het een leuke video vond. En abonneer op mijn kanaal. Dan mis je de volgende video niet. Tot de volgende keer.